Maar ik heb vandaag al mijn eerste cash verdiend. Want ik heb mijn verzekering onder de loep genomen ook vanwege het nieuwe pand. Het is natuurlijk een groot pand. En ja, dit gaat me gewoon op jaarbasis €600 schelen. Leuk verjaardagscadeau. En mijn letters voor de gevel, nog een leuk verjaardagscadeau. Dat scheelt ook bijna €600. Even weer een bouwplaatsfilmpje, want al die verjaardagsperikelen. Jongen, ik was echt jarig gisteren. Dank jullie wel voor al jullie felicitaties. Heel dankbaar, heel leuk. Te veel spotlight, maar ja, ik was super verrast. En op de bouwplaats hebben ze zeker wat gedaan. Ik zie wat dingetjes aan de elektra. Ik zie allemaal snoertjes bij de meterkast. Kijk, nou, als jij het uit de knoop weet te halen. Achter mij hebben ze al wat folie aangebracht en daar komt dit hout op en wat gipsplaten en dan gaat donderdag de stukken beginnen. Het enige wat nog niet gedaan is zijn de boogjes afgewerkt van de ramen. Dat is de boogjes, dit zijn de boogjes die moeten nog gedaan worden. Ik kan niet meer naar boven kijken want hier komt de trapgat. En dat is wat ik nu nog kan zien boven. En de rest is alles dicht. Dus heel de verdieping zit erin. Ik heb al een beetje meer beeld gekregen van het toilet beneden onder de trap. Ik was nog steeds op zoek naar de andere vier lades voor de kaptafel. En dit is het geworden. De vier laadjes, 50 breed, precies de maat die het moet zijn. Ik ben blij, joe! Maar ja, weet je wat nou zo lullig is? Ik heb dus ook echt alleen die laadjes nodig. En ik kreeg dus weer een heel verhaal met hoe moeilijk ze het vonden om afstand te doen van het kastje. Dus ik dacht, ja. Laten we even snel naar huis rijden, want ik heb eigenlijk wel zin om dat kastje in elkaar te slaan. Ik ben weer op de bouwplaats en ik zie wat gipsplaten tegen de muur. En ik zie dat er een boogje bij een raam is gemaakt. En ik zie dat er weer wat hout tegen de muur aan zit. En het is nog steeds opa. Dat is het boogje. Het boogje hebben ze met een soort van gips gemaakt. Flexibel gips. En om jullie allemaal als bezorgde kijkers te vertellen wat ik met het paard ga doen. Wat ik gisteren heb laten zien. Dat paard, dat komt hier. Daar komt hij te staan. In de huiskleuren van kapsel. Ik krijg de laatste tijd veel vragen. Loes, zorg heel goed voor jezelf. Je bent zo mager. Ja, vind ik zelf ook niet leuk. Die magere armpjes. Maar ik hou van gezond eten. Maar in de ochtend trakteer ik.
En de mensen die weten waar ik woon, die weten dat ik tegenover een bakker woon. En ik koop dus nu elke ochtend voordat ik naar mijn werk ga een kaasvlinder. En het is echt de lekkerste kaasvlinder die je maar kan wensen. Met mosterd. En nou, kijk eens af, hè? Ja, toch? Maar ik heb zometeen een afspraak om 4 uur met een nieuwe sollicitante. Maar nu sta ik even op de kroketjes te wachten en de kaas van Flevo Leo. Want ik moet de bouwvakkers natuurlijk ook even een beetje wat energie brengen. Maar dan moeten ze nog metalen binnen plaatsen, of niet? Ik ben op de bouwval en we hebben net in de salon de planning doorgenomen samen met Ricardo. En ja, kwestie van hopen dat flexibiliteit er is. Maak me wel een klein beetje zorgen, maar ik heb ook alle vertrouwen in het proces en dat het uiteindelijk wel goed gaat komen. Maar ja, ik vind het wel een beetje spannend, want over 7 weken is het zover. Ik ga zo meteen lekker mijn haar verven. Dat ga ik sowieso doen. Eerst even wat eten. En deze pastelkleurige loes, die heeft wel wat opfrissing nodig. Dus ik ga lekker van het weekend lekker tutten. Voorheen had ik witte rompetjes. Maar nu met de nieuwe salon heb ik besloten om een beetje in de huisstijlkleuren te doen. Heb je dus een beetje leuke inspiratie voor de nieuwe tekst voor op de rompetjes? Nu staat er op High of Nice Hair. En ze zijn nu echt allemaal op. Ik heb echt niet meer. Heb jij leuke tekst voor op de nieuwe romper? Ik ben druk aan. Ik heb een beginnetje gemaakt aan het paard. Want het paard heeft een staart. En die staart is hartstikke nep. Dit is de staart. Ziet er echt niet uit. Dus ik heb een paardenstaart besteld. Ik heb dus een paardenstaart extension gekocht, blond. Dus ik ben benieuwd of die deze week binnenkomt. En ja, of ik daar ook iets mee kan doen met kleur. Dus dat gaan we ook even testen. Ik ga jou op de hoogte houden daarmee.